Nu 2 weken hier aan de slag bij AZ. Hoe bevalt het u je? Ja, geweldig. Ik heb het heel erg naar mijn zin. En de resultaten zijn ook goed, want dat is altijd bepalend ook voor de sfeer. Dus ja, het gaat goed. En dan wacht zaterdag ADO. Ja. Een van de 17 of 18. Ik weet niet hoeveel. 17. Dus ik denk dat ze het afgelopen zaterdag heel goed gedaan hebben qua resultaat. En wij winnen uit bij PEC, wat ook nog niet zo vaak voorgekomen is. Dus beide ploegen komen positief hierheen. Nou, ADO verliest dan van MVV uit. Toch sowieso een vervelende tegenstander. Dus. En op zich vind ik ook dat je daar ook niet zoveel nadruk moet leggen. Want voor zowel ADO als AZ is de competitie veel belangrijker. Aan de andere kant, ze winnen van FC Twente. Moet je daar dan wel heel veel waarde aan hechten? Nou, als je 3 goals weet te maken tegen Twente, dan dat betekent dat je aanvallend best genoeg kwaliteit hebt. Maar daarnaast, ik heb natuurlijk ook de wedstrijd gezien, gaven ze natuurlijk ook wel een aantal kansen weg. Nou ja, dat zal zaterdagavond ook gebeuren. Den Haag is een ploeg die wil voetballen. Nou, wij moeten zorgen dat ze niet aan het voetballen toekomen. Nou, dat is ook een hele wisselvallige ploeg ook. Ja, wie niet? In dit seizoen, als je die stand ziet en de uitslagen ziet, dan is iedereen heel wisselvallig. Ja, maar je kan een wisselvallig staan en onderaan in de Eredivisie staan of wisselvallig zijn en bovenin meedraaien. Ja, maar als ADO die ene wedstrijd wint, stijgen ze ook geloof ik 5 plaatsen. Het is een beetje vertekenend natuurlijk nu. Je moet die wedstrijd nog spelen, het is in ieder geval een thuiswedstrijd. Dus normaal, als je die wint, dan sta je gewoon weer in de middenmotor. Hoe volgt u ADO eigenlijk? Nou, ik ga regelmatig kijken met mijn broer en ik kijk natuurlijk ook op de televisie die wedstrijden. Ik heb nog wel eens gesprekjes met Maurice. Dus nogmaals, ik heb er zo lang gezeten en het stadion is zo dichtbij. Dus ik volg dat wel.